de 36 is samen met een paar andere beroemde kantaten, zoals Nun komt de Heiden Heiland, geschreven voor de eerste zondag van de Advent. Maar het is eigenlijk ongelooflijk hoe anders Bach ineens dan in deze kantaten is, als wanneer je dat vergelijkt met die kantaten gebaseerd op Nun komt de Heiden Heiland. Schwingt freudig euch empor, de titel alleen al. Nun komt de Heiden Heiland, klinkt een beetje plechtig, is ook de titel van een oud lied. Schwingt freudig euch empor is een modernere tekst waar meer schwung in zit, alleen al door het woord schwingt. Je ziet enorm veel snelle figuren die naar boven wijzen, koor inzetten die stijgen en stijgen totdat ze op een hoog moment afsluiten. Dus je ziet Bach moeite doen om in alles dat beeld te krijgen van gejuich, van lofprijzingen die tot in de hemel reiken. Daarmee maakt Bach met deze openingsmuziek voor kantate 36 een totaal verschillende muziek als bijvoorbeeld in de adventskantate Nun komt der Heiden Heiland, waar die veel meer vanuit de koraalmelodie denkt. Bijzonder aan kantate 36 is ook dat na dat juichende openingskoor, wat helemaal niet op een koraal is gebaseerd, wat alleen maar bijna een stemming is, een juichstemming, dat Bach vervolgens een kantate maakt waar hij helemaal geen recitatieven in gebruikt, maar de recitatieven vervangt door koraalbewerkingen. Hij komt natuurlijk toch niet om dat beroemde Lutherlied Nun kommt der Heiden Heiland heen. Dat moet hij natuurlijk ook een plek geven, dat kan haast niet anders. Maar dat doet hij dan heel geraffineerd, eigenlijk op de plek waar je normaal gesproken een recitatief zou verwachten. Daar komt hij dus met die beetje ouderwetsige koraalbewerkingen. En dat geeft deze kantate wel een bijzondere vorm, want je hebt dus helemaal geen momenten waarop een verhaal wordt verteld. Het is een aaneenschakeling van kleine scènes die allemaal zo hun bijdrage aan het adventsverhaal geven. In twee aria's speelt de hobo een grote rol en dan een bijzondere hobo, de hobo d'amore, de liefdeshobo. En het is heel goed te begrijpen in de eerste van de twee. Dan is er een solo hobo samen met de tenor en dan is de thematiek, die prachtige thematiek weer van bruid en bruidegom die elkaar moeten vinden. En er is sprake van een soort tederheid, een soort verliefdheid. En dat instrument van die liefdeshobo, dat is een geweldige combinatie met dat effect van de tekst. Maar in de tweede hobo-aria, daar schrijft Bach zelfs voor twee hobo-damores. En daar is het heel moeilijk te begrijpen waarom hij dat doet. Eigenlijk is dat koraal een geweldige schreeuwpartij. Er wordt strijdlustig gezongen en gespeeld en het komt er eigenlijk op neer dat er hulp wordt gevraagd om de negatieve kanten, ons zondige lichaam wordt er in de tekst gezegd, om dat een beetje te beheersen, dat het niet uit de hand loopt. Dus het is eigenlijk nogal een woeste bedoeling en dat moet letterlijk woest zijn omdat na afloop van de aria de sopraan zegt, ho, je hoeft niet zo te schreeuwen. Dan moet er dus wel eerst even impact zijn geweest. En dat is een beetje atypisch, om dat dan voor twee hobo d'amores te schrijven. Dat begrijp ik eerlijk gezegd zelf niet goed. Het is dus eigenlijk wel een hele merkwaardige plek. De laatste aria van de kantate is weer zo'n wonder van Bach, zou je bijna zeggen. Het onderwerp is eigenlijk dat in een soort pastorale verering, in grote intimiteit, Gods hand wordt geprezen. Natuurlijk met de komst van de heiland. Het is de eerste zondag van de Advent. En dan zegt de sopraan van ja, dat hoef je niet met herrie te doen of met veel lawaai. Je hebt geen trompetten en pauken nodig. Mit gedempften Stimme. En Bach maakt dan een prachtige slag ook nog. Dan schrijft hij voor de viool ook een dämpfer voor. De sopraan zingt mit gedempften Stimme, maar je kunt een viool dempen. En dan krijg je dus een prachtig gesoordineerd geluid, waardoor je dus een intimiteit krijgt en tegelijkertijd bijna de grootste lofprijzing die de kantate rijk is. Men heeft in het openingskoor weliswaar zijn best gedaan om tot in de sterren te zingen, maar eigenlijk maakt dit grotere indruk omdat het dicht bij jezelf is.